15 keuzes en maar één spelregel. Je moet kiezen. Dag of nacht? Nacht. Belangrijke wedstrijd kijken of zelf een balletje trappen? Zelf balletje trappen. Ontbijt of lunch? Ontbijt. Vlammende sessie in de raad of de wijken in? De wijken in. Studentenkamers of hippe appartementen? Studentenkamer. Binnenstad of buitenwijk? Binnenstad. Bandje of orkest? Bandje. Serie of film? Serie. Burgt of Pieterskerk? Pieterskerk. Journaal of krant? Krant. Biertje of wijntje? Biertje. Coalitie of oppositie? Coalitie. Zonvakantie of stedentrip? Zonvakantie. Chic restaurant of prakje thuis? Prakje thuis. 2 of 3 oktober? 2 oktober. En nu mag je een paar keuzes even uitleggen. Ik heb een keuze gemaakt voor studentenkamer, omdat ik ik heb ongeveer 6,5 jaar aan de Haarlemmerstraat in de studentenkamer gewoond. En daar heb ik echt in Leiden fantastische herinneringen aan. We wonen met 5 andere gasten en ja, wat je daar meemaakt, dat is zo leuk. Je bouwt zo'n hechte band op. Je hebt alle vrijheid van de wereld. Je hebt prachtige gesprekken. Dat is echt een hele kostbare tijd geweest in mijn leven. En hip appartementen zijn bijna niet te betalen, ook in Leiden niet, helaas. Hoe leuk ook. Maar ik heb gekozen voor studentenkamer omdat ik daar een hele mooie, warme herinnering aan heb. Ja, ik ben natuurlijk politiek actief en hoe leuk ik ook een vlammende sessie in de raad vind, uiteindelijk draait het daar natuurlijk niet om. Hè. Er zitten 39 raadsleden en wat duo-raadsleden en die hebben het heel spannend met elkaar, maar uiteindelijk doe je het voor de mensen. En politiek hoort zich door te vertalen in de raadzaal, dus hoe spannend ook, ja, maar eerst de wijk in om met de mensen te spreken. Want dat vind ik ook gewoon echt een taak van de politicus. Ja, 2 oktober voor gekozen. Omdat ik 3 oktober meestal moet ik eerst altijd even bijkomen van 2 oktober. Nee, zoals ik net al zei, ik woonde aan de Haarlemmerstraat en daar komt altijd de sportoptocht voorbij. Dus daar staan we elk jaar naar te kijken, ook nu nog, ook al woon ik er niet meer. En ik vind het zo gaaf hoe die sportverenigingen altijd zoveel mensen en zoveel jeugd op de been weten te brengen. En daarnaast is het ook gewoon 2 oktober s'avonds helemaal super gezellig in de stad en daar hou ik ook van. Dus 3 oktober begint voor mij pas vaak tussen de middag helaas. Dus dan toch de keuze voor 2 oktober.